uur na uur, sinds woensdagavond wordt hier non-stop getrommeld. En dat beginnen ze te voelen. Zo, jouw shift zit erop. Hoe ging het? Ja, het ging wel goed. Het wordt wel steeds zwaarder. Maar stel je denkt van het lukt niet meer, dan is er altijd iemand die je over kan nemen. Hoe geef je dat aan? Want je moet wel doorroffelen. Gewoon even met je hoofd knikken of hier snel komen. Makkelijk is het dus niet. En daarom zijn ze met een team van 12 dat elkaar om het kwartier afwisselt, zodat ze tussendoor kunnen rusten. En om te zorgen dat we het allemaal vol kunnen houden, hebben we een bank ingericht, een aantal stoelen, zodat je lekker even kan relaxen, even op je telefoon. Ja, je wordt inderdaad gek van het geluid, maar ja, daarom hebben we ook even de mogelijkheid om weg te lopen uit de zaal. Maar ik ben bang dat ik de komende dagen het geluid nog wel in mijn oren zal hebben als we gestopt zijn straks. Allemaal met als doel een wereldrecord te halen. Dat stond altijd op naam van de koninklijke drummers van de Tower of London. Zij trommelden 64 uur, 27 minuten en 59 seconden. Nog 3, nog 2, nog 1. Ja, 64 uur en 28 minuten. Het staat nu echt op de klok. En daarmee is het wereldrecord nu echt verbroken. Maar je hoort het, ze blijven hier nog even doortrommelen. Wat is het doel? 70 uur, omdat wij dit jaar 70 jaar bestaan. En die 70 jaar betekent dat wij opgericht zijn in 1953. Vandaar dat we zo zijn gestart dat we om 19:53 precies op die tijd kunnen stoppen. Voorlopig dus nog even geen rust voor deze heren. Pas vanavond wordt er feest gevierd. Groot feest, bar is open, familie, vrienden, iedereen komt gezellig met ons vieren. De hele club heeft al 3 dagen achter ons gestaan en die zullen hier vanavond allemaal zijn. Toch zal het daarna nog even wachten zijn tot ze echt officieel een oorkonde krijgen van de organisatie van Guinness World Records. 70 uur wordt straks opgestuurd naar Guinness en die gaan er dan nog naar kijken. Maar ja, 70 uur is een lange zit, dus daar gaan een aantal mensen naar kijken in een verloop van tijd. En dan krijgen we te horen wanneer we de plakkaat binnenkrijgen.